avond allemaal. Van harte welkom. Het is 9:00. We lopen helemaal precies op schema. En we gaan door met het volgende programmaonderdeel. Dat is namelijk een lezing van Ad Verbrugge. Hij zal waarschijnlijk bij de meeste van u geen introductie behoeven, maar ik doe het toch even voor die paar mensen onder u die hem misschien niet goed kennen. Hij werd bij het groots publiek als filosoof bekend in 2004 met zijn boek Een tijd van onbehagen. En de daaropvolgende Tegenlicht aflevering en de aflevering bij Zomergasten. Op filosofisch vlak is hij een enorme duizendpoot. Hij doseert sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de VU in Amsterdam. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Beter Onderwijs Nederland. Vereniging. En sinds vorige zomer presenteert hij samen met Clary Poulak het filosofisch quintet. Ik ga hem verder niet inhoudelijk bij u introduceren, want daar hebben we ons eigen duo voor, Sanne en Koen, die hem weer muzikaal zullen aankondigen. Ik geef graag de vloer aan Sanne en Koen. In deze onbehaaglijke tijd, al onze grenzen lijken wij nu kwijt. We zijn gekneveld door de vrijheid. But I'm loving it. Die vrijheid houdt ons allen in de greep. Ook al ken je het klappen van de zweep. Wat is nog echt en wat is het echt niet? Dat blijft een grijs gebied. Al die verlangens laten ons niet meer los. Maar is dat niet onze eigen schuld? Wie voldoende offers brengen zal, wordt wellicht beloond voor zijn geduld. Misschien zijn grenzen toch zo gek nog niet, om te ontdekken wat het leven biedt. Zonder regels leven brengt ons van de wijs, liever zwart-wit, dan 50 tinten grijs. Dankjewel. Dank voor deze introductie. Die denk ik iets wat cliché bevestigend was. Mooi nummer van Dylan trouwens, voor degenen die dat niet wisten. Die dachten dat het van Adele was, althans de muziek. Heel mooi. Om maar meteen met het einde te beginnen. Liever zwart-wit dan 50 tinten grijs. Nee, ik ga het toch hebben over 50 tinten grijs. Ik had lange tijd een enorme voorliefde voor Dostojevski, maar ik ben van smaak veranderd. Het is E.L. James is het nu iedere avond. Maar goed. Wat is de bedoeling van mijn uiteenzetting? Het is eigenlijk een weergave van iets wat mij overkomen is deze winter. Ik was bezig met het bewerken van het boek Staat van Verwarring, wat binnenkort uitkomt. En terwijl ik dat aan het schrijven was, ging eigenlijk een bepaald thema met me op de loop. Dat zou later ook een heel persoonlijk karakter blijken te hebben, maar dat wist ik op dat moment nog niet. En ik raakte iets wat in paniek in het begin van januari. Ik denk van, hey, dit is niet meer een bewerking, dit is iets anders wat ik aan het doen ben. En uiteindelijk, 2-3 dagen daarna, reed ik in de nacht op weg en terug naar huis. En plotseling schoot het me toen te binnen. Dit is een apart deel. En de titel daarvan is het offer van liefde. En wat probeer ik in dat boek te doen, verschijnt voor de zomer. Dat is in zekere zin te begrijpen waar die populariteit van zo'n boek als 50 tinten vandaan komt. En het gaat me dus niet om die beroerde literaire kwaliteit. Ik zal zelfs niet de hele productie van zo'n boek, de marketing en de manier waarop het in de machine wordt opgenomen, gaan bekritiseren. Dat was meer mijn positie in Tijd van Onbehagen.
waarin ik die systeemdruk heel, heel duidelijk naar voren bracht. Ik probeer nu in zekere zin zichtbaar te maken, dat ga ik dadelijk ook met jullie doen, hoe op een bepaalde manier de populariteit van zo'n boek iets zegt over wat je zou kunnen noemen een collectief gevoel wat een bepaalde richting kiest. Misschien nog niet helemaal helder voor het gevoel zelf wat dat wil zeggen, maar toch kennelijk door iets aangesproken wordt wat een bepaalde kant op gaat. En in zekere zin heb ik dat in Tijd van Onbehagen met mijn laatste essay gedaan. Wat is de Matrix? Waarin ik eigenlijk de thematiek van lichamelijkheid introduceer. Nou, dat is eigenlijk een lijn waar ik heel sterk op aan het werken ben de afgelopen jaren. En dat is ook de rode draad vormt dat in het boek staat van verwarring. En om alvast vooruit te grijpen op wat ik wil gaan doen. Dat ik zeg dat we eigenlijk in de moderniteit een bepaalde beweging doormaken, waarin we zien dat we ons juist emanciperen of bevrijden van onze aardse lichamelijke bepaaldheid. Dus een materiële bepaaldheid. Dus je kan de moderniteit ook lezen als een poging om de begrenzing die meekomt met ons lijfelijke bestaan op te heffen. Of dat nu is door moderne techniek, of dat nu is door een geketend zijn aan de plaats, of dat nu betekent een geketend ketend worden door een sociale, culturele omgeving. Dus het is je kunt de moderniteit voor een deel, dat is niet het hele verhaal, maar voor een deel als een poging zien om de mens als individu te bevrijden van allerlei bepaaldheden of bindingen die voor een deel dus ook met zijn lijfelijk bestaan meekomen. Nou, dat is de eerste intuïtie. Dan is mijn gedachte dat een versnelling heeft ondergaan na de Tweede Wereldoorlog, maar met name in die zogenoemde bevrijding van het individu. Precies omdat de vroegere principe van binding, voor zover we dat hanteren binnen de moderniteit, nog een lokaal karakter had. Dat was de nazistaat, de nationale staat. En daarbinnen instituties als het huwelijk, bijvoorbeeld kortom de burgercultuur. Hè, en de neo-marxistische kritiek zal een kritiek zijn op onder andere nazistaat en instituties à la het gezin. Dus we zien dan dat de bevrijding van het individu zowel een dimensie heeft van cosmopolitisme, het opheffen van de nationale begrenzing, en een dimensie heeft van juist terugkeer, gek genoeg, naar ons lichamelijke bestaan. Maar in welke zin? Ja. Want we kennen allemaal de seksuele vrijheid, de bevrijding van de mens als een seksueel wezen. En tegelijkertijd is dat een seksualiteit die ook van zijn burgerlijke begrenzing wordt ontdaan. En dat is de zogenoemde vrije liefde. Ja? Dus we zien eigenlijk een beweging die op allerlei manieren die grenzen opheft. En tegelijkertijd wel dat lichaam centraal stelt. Nou, dat is voor mij een belangrijke beweging. Want ik ben niet meer simpelweg een criticaster van, als ik het ooit al simpelweg ben geweest, van de jaren 60. Maar ik probeer veel meer de dubbelzinnigheden vast te houden en ook het belang van die doorbraak. Nou, en wat nu interessant is, is dat ik zie dat vanaf de jaren 60 en de jaren 60, of 70, 80, 90, je zou kunnen zeggen, die bevrijding van het individu ook in de economische zin heeft plaatsgevonden. Sterker nog, dat een deel van de idealen zoals die in de jaren 60 gestalte kregen, dat die gaan verdampen. Dus de nieuwe gemeenschapsvormen blijken eigenlijk erg broos te zijn. Zodat we al snel zien dat wat we overhouden inderdaad het individu is. En vervolgens een individu in een economische realiteit. Dat is eigenlijk zelf ook al een sterke tendens, mede door een neo-marxistische invloed, die een sterke nadruk legde in haar bevrijdingsgedachte precies op de economische ongelijkheid. De neo-marxisten zagen al, natuurlijk geïnspireerd op Marx, maar de sterke rol die het economische speelt, maar daarmee duidt ze ook zelf het economische in een, zou kunnen zeggen, als een primaire menselijke verhoudingswijze. Ja, precies omdat je meent dat er sprake is van economische onderdrukking, wordt het economische zelf ook belangrijker gemaakt.
Dat is belangrijk om te zien. Dus dat is in zekere zin, it's the economy, stupid. Wat zou Marx kunnen zeggen, en de neoliberalen. Ja? Op heel verschillende manieren. Ja? Maar het is belangrijk om dat vast te houden. Er ligt een nadruk in de omslag van de jaren 60 in haar politieke, maatschappelijke betekenis in precies dat economische. Dus economische en de vrijheid van het individu. Je kan zeggen, nou, die beide principes die komen in die neoliberale revolutie die we zien vanaf de jaren 80, mede geïnspireerd door mensen als Hayek, Friedman, Alan Greenspan neemt het over, ik ken het verhaal wel enigszins. En dan zien we dat het zich ontrolt en eigenlijk de bestaande ideologieën in zich weet op te nemen. Ook door de val van de muur en door alles wat we zien gebeuren in eind jaren 80 rond dat communisme. Dus we zien zowel dat idee van individuele vrijheid als een sterk dominante economische blik op mens zijn die opkomt. Waarbij de consument een steeds belangrijker rol gaat spelen. Ja, dat denk ik alleen al gewoon terminologisch. De nadruk op de vrije consument, die moet kunnen kiezen. Dus op allerlei gebieden wordt eigenlijk heel die consument-klant-producent relatie geïntroduceerd. Tot en met op onze eigen universiteit die moet concurreren. U weet inmiddels hoe goed het gaat op de VU. Maar we zien daar in allerlei gebieden dat economische denken, dat jargon, sterk kwantitatief gerichte jargon, zijn intrede doet met het idee van individuele keuzevrijheid die daar bij zou horen. Nou, in hoeverre dat allemaal reëel is, we weten allemaal, het is natuurlijk een grote fopspeen, maar daar ga ik het ook niet over hebben. Ja, wat ik interessant vind als beweging, is het domineren van dat principe, dus een antropologie waarin dat vrije individu in sterk economische termen als consument wordt opgevat en allerlei relaties ook in die toenemende mate in die terminologie worden gevat. Ja, dat betekent ook, denk u aan Sennett, dat bepaalde vaste betrekkingen, bijvoorbeeld van een manager tot zijn bedrijf, niet meer een vaste betrekking is, niet meer een idee van zorg, maar juist ook daar geldt, we zijn individuen en je moet geen dief worden van je eigen portemonnee. Kortom, we krijgen de flexibele mens die van het een naar het ander over kan gaan, zich moet aanpassen, in flexplekken gaat werken, die ook als individu in een nieuwe ruimte komt te leven, waarin we in toenemende mate zien dat er sprake is eigenlijk van een onthechting. Ja, het idee dat je je leven lang ergens werkt, dat kan niet. Ook het idee dat je 15 jaar met dezelfde keuken doet, is ouderwets. De werkelijkheid is iets wat voortdurend in beweging is. Ja, in de sfeer van arbeid, maar ook in de sfeer juist van consumptiegoederen. Ja, dus dat is eigenlijk de bekende vluchtigheid ook van de consumptieindustrie. Wel nu, en daar komt eigenlijk het boek in, voor mij binnen. Wat ik fascinerend vind, en ik zal dadelijk dat beeld nog wat toe gaan lichten, is dat we dus enerzijds vanaf de jaren 60 zien een steeds sterker wordende economisering met een nadruk op die individuele vrijheid, waarmee het individu kan worden geëmancipeerd op allerlei manieren. Ik ga dadelijk ook nog over de virtualiteit spreken, want dat hoort hier natuurlijk helemaal bij. En tegelijkertijd je zou kunnen zeggen dat betekent dat we in toenemende mate naar buiten keren. Ja, dat is een voor mij een belangrijke beweging. Dus grenzen worden opengetrokken, ontgrensd. Dat geldt inderdaad ook voor het virtualiseringsproces, World Online. We gaan over naar het vreemde en we laten het vreemde toe. En dat is zeg maar de exogame, om met Jung te spreken, de exogame beweging, naar buiten tredend. Ja? Nou, wat ik nu waarneem, en vandaar dat het boek dus zoals gezegd, het is hier ook een soort vluchtigheid, hè, merk ik. Ze komen binnen, consumeren, naar die Verbrugge, is niet interessant, kan het niet volgen, ben weer weg. Ja, dat is een, wat dat betreft is het what's new, ik beschrijf waar ik in zit. Maar goed, dus dat is een bepaalde houding die sterk dus naar buiten gekeerd is, maar daar ook consumeert. Een bepaalde vluchtigheid. Jung heeft een heel mooi principe, dat die exogame tendens, wanneer die te lang doorgaat, dan zie je dat er eigenlijk een mensen zichzelf kwijtraken. En dat kan voor, kijk, daar komen weer nieuwe, je komt ook consumeren in een lezing. Ja, dan gaat u rustig zitten, weet je wel, ik draai mijn verhaal wel. Dat Dus de exogame tendens.
waarin op een goed moment, wanneer dat dus te zeer naar buiten bent gekeerd, eigenlijk een tegenkracht ziet loskomen. Ja, ik vind het echt wel heel irritant. Kunnen die deuren niet gewoon dicht? Van wie er zit er? Oké. Nee, maar het is, weet je, ik doe dit uit mijn hoofd en ik probeer me te concentreren. En dan is het, is niks persoonlijks hoor, maar nou blijf je wel zitten allemaal. Goed, en welkom ook. Ja, zit altijd beter natuurlijk. Goed, dus dan krijg je de tegenkracht en die noemt die endogame tendens naar binnenkeren. En dit is wat ik een fascinerende beweging vind en die zie ik eigenlijk veel breder. Ik zie dat rond Europa gaande, ik zie dat rond terugkerend van het lokale binnen het proces van globalisering. Ik zie het uiteindelijk dus ook in 50 tinten. En daar gaan we het dus over hebben. En wat wil ik daar zeggen? Het offer van liefde. En wat mij fascineert aan de thematiek is natuurlijk in de eerste plaats, waarom lezen er bijna 100 miljoen mensen op de wereld op zo'n boek of worden er zoveel verkocht? Waarom 1 miljoen in Nederland? Nou, dan kan je zeggen, nou, dat is een hele consumptieindustrie, allemaal waar. Maar waarom slaat deze fantasie aan? Ja. Waarom deze fantasie op dit moment, die op een bepaalde manier wat op gespannen voet staat met precies ons idee van individuele vrijheid? Of juist niet, want dat hoor je ook een commentatoren zeggen. Ja, nee, maar als je daarvoor kiest, dan is het juist ook weer individuele vrijheid. Nou, dat is natuurlijk wel op zichzelf een heel fascinerend gegeven. Je komt ook op allerlei paradoxen. Want we hebben het hier over een BDSM-cultuur. Bondage, discipline, sadomasochisme. Dus dat is het is allemaal wel light hoor, allemaal vrij onschuldig. Maar dat maakt niet uit. Er zitten tendensen in en die probeer ik te begrijpen. En dat is interessant, dan kun je zeggen, kijk, radicale vormen van BDSM, daar zie je zelfs dat vrouwen bereid zijn om als onderdanige of als sub hun clitoris te laten verwijderen, omdat ze zichzelf van dat genot ontdoen. En dat is dan een toppunt van kinky seksualiteit. Ja? Ultieme vrijheid. Op het moment dat je dat als moslima doet, dan word je onderdrukt. En dat is natuurlijk dat is een interessant gegeven. Dus we hebben dat formele principe van vrijheid als een soort idee waarmee alles kan worden gelegitimeerd. Ja? En als je het kiest vanuit religieuze motivatie, dan wordt het problematisch. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet voor deze praktijk. Ik denk dat vrouwen daar niet verstandig aan doen. Maar goed, waar het om gaat is een bepaalde absurditeit nu als begin aan te nemen. Nou, wat u dan moet zien, en dat was in ieder geval wat mij triggerde, is dat wellicht in dit boek iets wordt gepresenteerd, een archetype of archetypische motieven worden gepresenteerd, die op een bepaalde manier reageren op precies een tekort. Want in die fantasie heb je nogal eens de neiging om te compenseren voor dat wat je juist niet vindt in je reële situatie. Ja? Dus je compenseert in je fantasie, in je droom, datgene wat je niet aantreft in je eigen situatie. Nou, je kan zeggen, nou, ze zijn gewoon seksueel ontevreden, dus ze hebben een seksuele fantasie. Oké. De vraag is alleen, waarom neemt hij deze vorm aan? Dat is het. Waarom niet, dat is ook het interessante, wat ik me realiseerde, het is geen normale porno. Ja, dus het is iets anders. En waarom is dat nou datgene wat kennelijk nu triggert? En wat zou dat kunnen zeggen? En wat heeft dat te maken met die, zoals gezegd, die bredere beweging? Nou, laat ik dan nog een paar motieven, in ieder geval van die situatie waarin wij verkeren, vanuit mijn terminologie aan het licht brengen of even benoemen, om dan vervolgens weer terug te keren naar die roman. Ja? Maar u begrijpt nu een beetje waar ik mee bezig ben. Dus die roman staat voor mij voor een soort collectieve beweging waarin gezocht wordt naar andere vormen. Ja. En die kennelijk aanspreken, prikkelen, terwijl ze misschien tegelijkertijd al op gespannen voet staan met de idealen die wij lange tijd hebben gehad. Maar mogelijk zijn die idealen dus sleets geraakt en verliezen die hun aansprekende kracht. Ja.
En komt daar dus iets voor in de plaats. En is dit een aankondiging al van een transformatie die je met dat endogame kunt aanduiden. Ja, dat is samenvattend eigenlijk mijn analyse. Nou, om dat helder te krijgen, probeer ik dus nog een keer terug te keren naar die beginsituatie. Dus wat ik zei van wat voor wereld leven dan? Nou, nogmaals, als bevrijding van het individu. Nadruk op het individu als vrije consument. Lange tijd heel uitdrukkelijk. Waarvan we ook al merken dat er begint ook zekere kenteringen te komen. Maar wat betekent dat consumeren? Zoals gezegd, is een attitude waarin we zien dat die gekenmerkt wordt tot een zekere vluchtigheid. Ik ben niet nieuw in die observatie. Ja, dus die vluchtigheid betreft natuurlijk gewoon de omloopsnelheid van goederen. En waarbij eigenlijk de consument is primair de koper. Ja? Als je zegt de consumenten laten het afweten, wat betekent dat? Nou, niet dat ze genieten van hun spullen, want dat doen ze misschien best wel. Ja? Maar ze kopen niet meer. Dus het consumeren wordt eigenlijk opgevat als in de act van het kopen. Ja? En de act van het kopen is mijn activiteit. Ja, en in de act van het kopen, kan je zeggen, is bij uitstek de consument als consument actief. Wanneer die niet meer koopt, dan is hij eigenlijk geen consument meer. Gewoon in de termen zoals we hem economisch gebruiken. Ja? Dus er zit een nadruk op die beweging, ja, waarin eigenlijk de permanente koop en daarmee ook de beweging van transactie centraal staat. Niet zozeer het goed, maar de beweging. Ja, daarom krijgen we in een uitdrukkelijke consumentenindustrie krijg je koopverslaving. Ja, omdat het niet meer primair om de goederen gaat, maar om de beweging waarin van toe-eigening, waarin tegelijkertijd eigenlijk ook alles weer kan worden weggegooid. Of weer verdwijnt. Daar moet je in 5 jaar tijd vijf nieuwe wc's aanleggen. Ja. Of om de zoveel tijd keukens. Want het gaat om dat je dat nieuwe ideaal hebt. En je bent op de ene vakantie met de andere vakantie bezig. Dus het is die idee van ik opgejaagd worden in een permanent verlangen. Ja, wat niet bevredigd wordt door een bepaald goed. Want je moet juist over naar het volgende. Dus de structuur is er één van de vervluchtiging. Ja, de gewilde vervluchtiging. Nou, en dat is ook iets wat we van natuurlijk nu gaandeweg ook ecologisch gaan merken dat het zo zijn keerzijde heeft. Maar dat parkeer ik even. Het is die druk tot beweging is inherent aan een kapitalistische, consumentistische cultuur. Nou, dus we zien daar vervluchtiging. We zien eigenlijk negatie van het bestendige. Dat is een belangrijk kenmerk daarvan. Maar ook in een bredere zin, ook daarmee een bepaalde afstand die ik ga innemen. Ja? Een bepaalde afstandelijkheid. Je moet eigenlijk niet te zeer gehecht raken aan die keuken van je. Ja? Je moet je daar niet mee gaan vereenzelvigen. Het gaat juist om dat je in een zekere onthechting gaat leven. Ja, paradoxaal. Ja, consumentisme vraagt tegelijkertijd zowel om een betrokkenheid op het materiële als een los kunnen laten ervan, voortdurend. Ja, een gekke onthechting. Zowel, en dat is go with the flow, zo gezegd. Ja, dat is nou, wat we dan, als je daar nog een stap verder in doordenkt, dan zie je dus het is een bepaalde afstand die wordt ingenomen, waarin ik tegelijkertijd, als het ware, mij niet dus vereenzelvig of identificeer. Ja, ik ben als consument eigenlijk degene die tot zich neemt. En als zodanig heer en meester over dat wat zich aan mij aandient. Nou, dan gaan we, ja, telefoons mogen ook uit. Dan gaan we over dus naar een volgende stap. Dat is je zegt, ja, kijk nu eens naar hoe jij een aanzienlijk deel van je leven doorbrengt. Ja, dat is inmiddels natuurlijk in een vluchtiging die het karakter van virtualiteit heeft aangenomen. Ja? Wonderlijk dat datgene waar je het meest in leeft overigens economisch nog het minst rendabel is. Want het zijn al die televisieplaatjes die worden gemaakt. Ja? Die ergens ook geconsumeerd worden. Ja. Nou, die op een bepaalde manier dus op ons inwerken, waarin we tegelijkertijd heel sterk op uiterlijke prikkels reageren. Dus we krijgen iets paradoxaals, dat is die go-with-the-flow-beweging. Enerzijds word ik sterk geregeerd door dat wat zich buiten me aandient. Tegelijkertijd heeft dat het karakter van vervluchtiging. Ik zeg niet dat dit de hele werkelijkheid is, maar u ziet een patroon. Dus het is een ideaal typische
patroon wat in consumptie zit. Ja, je schiet over van het een naar het ander. Je moet steeds vernieuwen. En wanneer je op het een bent, dan ben je al met het ander bezig. Ja, op het ene feestje heb je het al over het andere feestje waar je naartoe kan. En dat is dus ook een consumeren van events en gebeurtenissen die ook al niet meer een bestendig karakter hebben, maar zelf als gebeurtenis worden geproduceerd. Dat is een bekende beleveningseconomie. En dat is even een paar trekken. Hè? De festivals, de evenementen, maar ook alles wat je vervolgens virtueel tot je neemt. Nou, virtualiteit is, als natuurlijk iets wat met name de laatste decennia enorm is vergroeid, opgekomen, is precies een beweging van niet zozeer van onwerkelijkheid. Nou, natuurlijk niet. Ja, dus virtualiteit moet je niet met onwerkelijkheid op één lijn zetten. Altijd hetzelfde als een telefoongesprek. Ik heb een werkelijk gesprek. Ik ben werkelijk aan het gamen. Ja. En ik ben werkelijk ook televisie aan het kijken. Ja. Waar het om gaat, is dat je moet zien, is dat de aard van die werkelijkheid verandert. Het telefoongesprek is een gesprek wat ik voer met iemand waarbij ik bij hem ben en hij bij mij of zij. Waar zijn we dan? Waar vindt dit gesprek dan plaats? Ja, dat is interessant om over na te denken. Ik ben daar, hè, dat merk je bij mensen die hier met de telefoon zitten, die zijn ergens anders. Ja. En ze zijn niet in een fantasie die ze zelf voortbrengen, en ze reageren juist op die externe prikkels, die uitwendige prikkels. En daar zijn ze mee in beweging. Ja, dat is dan ook wat we zien bij uitstek. Natuurlijk, telefoon, je reageert daarop, maar ook wat we natuurlijk in de virtuele werkelijkheid tegenkomen, met name sociale media, de mogelijkheid van permanente interactie. Ja. Nou, wat is het kenmerk dus? Het is dat ik ook weer een zekere afstand neem tot mijn lijfwereld. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ik ben niet bij deze wereld, ik ben ergens anders. Dus virtualisering is een vorm van ontlijving. Niet onwerkelijkheid, maar ontlijving. Ja. Met een nadruk op de, wat je zou kunnen noemen, de afstandelijke zintuigen. Ogen en oren. Nou, wat nu interessant is, is dat dus de virtualisering als ontlijving tegelijkertijd dat er een enorme bevrijding van lijkt uit te gaan. Ja. Moest kijken hoeveel mensen er dagelijks op deze uitwendige prikkels reageren. Daar half in leven. Hè? Ik zie het op mijn eigen dochter ook. Een ping. Nou, er komt weer wat binnen. En ping, weer wat terug. En dus continu eigenlijk zeg je op beide bij. Weet je wel? We zitten hier aan tafel, dus leg die telefoon daar. Weet je? Nou, dat is natuurlijk een bekend verschijnsel. U kent het allemaal. En dat geeft aan dat we dus in onze lijfwereld tegelijkertijd dus niet helemaal daar op gaan, maar heel sterk dus op die afstandelijke zintuigen zijn gericht. Nou, nu is het interessante dat ik daarin natuurlijk tegelijkertijd een bepaalde vrijheid heb. Dus ik in de schermwereld kan ik mij ook afschermen. Ja, je zou kunnen zeggen, het hele emancipatoire zit bij uitstek in het bevrijdende. Ik kan me terugtrekken. Tegelijkertijd kan ik in het scherm, in de schermwerkelijkheid, dus dat afstandelijke contact wat ik heb, beschermd. Het beschermd afstandelijke contact. Dat kan ik tegelijkertijd natuurlijk me indraaien, in bewegen, denk aan de chatbox, zonder dat iemand het. Ik hoef hem niet oog in oog te komen. Want ik ben uit de lijfwereld. Ja? Dus ik heb als het ware een veilig scherm. Ik bescherm mijn bestaan. Ja? Zo zie je ook dat allerlei ruzies uit de hand lopen, zodat er heen en weer ge-e-maild wordt. Ik vind, kijk even elkaar in de ogen, dan krijg je een ander verhaal. Ik ben ook niet tegen e-mail overigens. Hè? Voor de duidelijkheid is we burst tegen e-mail, daar gaat het niet om. Maar wat je moet zien is dat er een dynamiek zit in die realiteit. Ja? Nou, volgende stap. Dus je ziet dus beschermd contact op afstand, waar je tegelijkertijd natuurlijk ook bepaalde levens in kan gaan leiden. Ja? We kennen allemaal de enorme activiteit van porno op het internet. Of de webcam seks. Die eigenlijk sterk dus interessant genoeg op die uitwendige zintuigen werkt. Die ook beschermd is, daarmee een bepaalde mate van veiligheid heeft. Ja? En tegelijkertijd, en nu komt het interessante, toch naar het lichaam wil.
Ja, dus de opwinding wordt uiteindelijk een opwinding die wel degelijk naar het lichaam wil. Waarin dus die afstandelijke, dus kortom naar de lijfwereld terug. Ja? Dat is al een beweging die ik sowieso gaande zie op internet. Ik denk dat internet langzaam ook terug naar de lijfwereld gaat. Facebook is voor mij ook een manifestatie. Hè? Je zegt waar je geweest bent en waar je morgen naartoe gaat. Ja, dat is eigenlijk gaat die lijfwereld gaat een belangrijke rol spelen. Nou, dit is een interessant aanknopingspunt. En nu komen we weer bij de roman terug. Want daar zien we in zekere zin dat voor het ultieme genot, ja, we uiteindelijk toch weer bij dat lichaam uitkomen. Ja. En dat, wat het fascinerende is in de roman, is dat je dus gaat zien dat eigenlijk binnen een sterk consumptieve cultuur, waarin persoonlijke vrijheid een enorm hoog goed is, we een tendens zien om het zo op de spits te drijven, dat het tegelijk, ik ben door Hegel mede gevoed, dat het zo op de spits gedreven, dat het tegelijkertijd omslaat is een tegendeel. Ja. En dat is een ultieme genotscultuur, of hedonistische cultuur, naar een punt toe gaat waarin er eigenlijk iets anders gaat gebeuren. Nou, dat is in mijn ogen de fascinerende inzet. Dat namelijk, we zien dus een fantasie ontstaan waarin die opent met een eigenlijk traditionele machtsverhouding. Rijke man, goed uitziend, carrière gemaakt en een vrouw die maagd is. Studenten van 22, ze zijn er nog, nee, daar is niks mis mee, maar dat zijn dus archetypische motieven. Ja? Dus dat is een bepaalde maagdelijkheid waarin zij zich zal gaan, verliefd wordt eigenlijk. Nou, nu ben ik zelf een paar keer in mijn leven verliefd geweest. Dat zijn half traumatische gebeurtenissen, moet ik zeggen. Nee, was ook natuurlijk heel belangrijk. Existentieel ingrijpend en verplaatsend. Waarom? Voor mij. Omdat het de eerste serieuze besef was van een verlies van autonomie en macht. Kijk, en dat is, nou komen we op een cruciaal punt. Dat Hegel zegt, ja, wat is eigenlijk het kenmerk van de liefde? Het kenmerk van de liefde is dat ik mezelf kwijt ben in de ander. En mezelf slechts terug kan vinden in en door de ander. Omdat de ander zich ook mij aan mijzelf teruggeeft. Krankzinnig gedachte. Ik hef mijzelf in mijn eigen zelfstandigheid op. En lever me over zonder aan de ander en kan mezelf pas terugvinden in en door die ander, omdat die ander mij aan mezelf teruggeeft. Ja, dat noem je dan de liefde beantwoorden. Je weet allemaal, liefdesverdriet is een van de, ben ik ook erg vertrouwd mee. Als jongen ben ik één keer verliefd geweest, ik doe zo, maar ik was denk ik 13 inderdaad. Heeft zo'n 5 jaar geduurd. Ik ga u niet de details verklappen, maar het heeft een enorm spoor getrokken in mijn bestaan. En ik ben er overheen gekomen. Het kan dus toch. Ja? Dus, later heeft ze dat nog een keer in mijn bestaan voorgedaan. En wat je ziet is natuurlijk dat precies liefdesverdriet is een vorm van negatie van het zelf. Identiteitsverlies. Ja, dat is omdat je voor een deel natuurlijk bent wat je lief hebt. Ja, je vereenzelvig je. Dat is ook wat je natuurlijk altijd hebt. Ook bij je vormt jezelf in gemeenschap met die ander. Ja, dat is als iets waar je ook deel van uitmaakt. Nou, dat is een interessant gegeven. Dus die Hegeliaanse gedachte van de liefde en met name ook de verliefdheid, als het openbreken van iets waarin je eigenlijk naar iets uitreikt, wat voor een deel ook voor een wereld staat, waar je nog moet komen. Nou, dus dat is natuurlijk altijd het transformerende. Maar zit vast aan een ander. Is dus ook totaal geen consumptieve relatie. Ja, dat is ook, kun je ook, maar dan ben je niet verliefd. Ja, dat kan. Je kan natuurlijk uitgaan, je kan met 10 vrouwen in bed liggen, dat kan allemaal, maar dan ben je niet verliefd. Kortom, dan zit je in de meer in de epitumische of de pornetische liefde.
Ja. Maar dit gaat over het eros. Ja? De eros die, en het erotische heeft dus het karakter dat je denkt aan Plato's Symposion en de uiteenzetting die je daarover volgt. Daar heeft het ook het karakter juist van het, de bekende terugvinden van de wederhelft. Nou, dat is eigenlijk een andere duiding dan die je bij Hegel terug kunt aantreffen. Maar belangrijk, het niet in zichzelf volkomen zijn. Ja. En daarmee dus de noodzaak van een vervollediging van zichzelf in en door die ander. Nou, dat is het kenmerk van eros. Ja. Vandaar ook dat de filosoof natuurlijk daar toe wordt, de wijsbegeerte. Socrates zelf zal overigens die ook weer uitleggen in termen van rijkdom, armoede, sterven en toch ook weer ergens weer voortleven. Demonische structuur, daar ga ik nu niet op in. Maar dat is een... Ik hou vast aan dat eerste principe. Ja, dat is een... Een beweging dus waarin je ziet dat eigenlijk in die liefde, dus die autonomie, dat atomaire individu opengebroken wordt. Ja? Nou, en daarmee staat het eigenlijk op een gespannen voet met het principe wat we met de bevrijding van het individu en de vrije liefde eigenlijk hebben geïntroduceerd. Gek genoeg. Dat merk je ook, dat die vrije liefde is voor een deel ook mislukt, omdat de liefde in zichzelf de structuur heeft van het zoeken van de verbinding. Ja, dus ook iedereen die verliefd is geweest, die weet dat het eigenlijk dat de tendens daar is, het zoeken van de verbinding. En in het zoeken naar de verbinding, het omzetten van de verbinding in verbondenheid. Dus dan krijg je over Mars en Venus, dat Mars verovert. Venus eigenlijk het moment van de gemeenschap is. Ja, het verbonden zijn, de harmonie, het samenspel. Om het maar even aan de Griekse mythologie op te hangen. Maar dat zie je trouwens ook in alchemistische teksten tevoorschijn komen. Dus dat is een verhaal apart waar ik nu niet verder op inga, maar het raakt aan die motieven. Wat je moet zien is, dit is het moment van verbinding en verbondenheid, opheffing van dat zelf. Nou, wat nu interessant is, is dat dit principe, wat je dus in de liefde tevoorschijn ziet komen, dus een vorm van binding impliceert. Ja. Nou, wat nu fascinerend is dat precies die consumptieve cultuur eigenlijk een ontbinding heeft. Juist een onthechting. He, dus de liefde die in de consumptiecultuur is er een juist van vervluchtiging. He, dat is de kwantitatieve vermeerdering. Ja, en het boek draait dit om. Het gaat niet om kwantitatieve vermeerdering. Het gaat niet om een pornoverhouding. He, zoals je die elke avond althans bij sommige mensen voorbij ziet trekken. Het gaat hier juist om een erotische verhouding. En dat betekent ook in dit boek een extreme beklemtoning van de uniciteit van de ander. Dus dat is kennelijk heel aantrekkelijk. Ja. Maar wel, en dan raak je ook aan de middeleeuwse motieven die in de hoofdse cultuur tegenkomt. Waarin je ziet dat tegenover de wereld van de macht eigenlijk de huwelijken die omwille van macht worden gesloten door de aristocratie. Eigenlijk de betrekking van de heer op de dame of de dame op de heer komt waarin die ander een haast oneindige betekenis krijgt. Waarin dus, wat dus tegelijkertijd een enorm geestelijk proces inhoudt. Iedereen die goed verliefd is geweest, die zal herkennen dat dat een sterk geestelijk effect heeft. Ja, bespiegeling, romantiek, denken wat daarin opgaat en rond een punt gaat cirkelen. Ja, dus niet iets consumeert, maar juist iets mede gaat construeren. Aandacht gaat geven aan iets of iemand. Nou, wel nu wat interessant is dat in die roman, dat wordt gepresenteerd in termen van lust. Terwijl de lust nou juist lijkt de vervluchtiging lijkt te zijn. Het bevredigen van de begeerte juist iets lijkt te zijn wat... wordt hier eigenlijk de beweging omgekeerd. En dat krijgt de vorm van een BDSM, zoals gezegd. Het schijnt trouwens onder jongeren momenteel populair te zijn. Ik ga het niet propageren, maar ik probeer te begrijpen wat het is. Ja. En wat zien we daar? Dat is een expliciete beweging
waarin in de lijfelijke erotiek, dus in de verliefdheid die in erotische vorm krijgt, dat daar inderdaad een offer wordt gebracht. Dus zelfs een, als je het hebt over een vorm van boetedoening plaatsvindt, wanneer er niet geluisterd wordt. Discipline. Nou, een discipline is een discipel, is iemand die volgt. Dus het gaat over lijden en volgen. En wat interessant is dat dus het aspect van de overgave, die we dus in de gewone liefde eigenlijk tegenkomen, hier in die erotische variant nu in een machtsverhouding wordt gesitueerd. Ja, daar zit wat mij betreft ook tegelijkertijd ook een indicatie van een probleem, maar goed. Een machtsverhouding waarin je eigenlijk, waarin het in het liefdespel zelf niet meer gaat om wat jij nou precies vindt. Maar je geeft je zeker zin over. Daarom is vertrouwen natuurlijk cruciaal. Dus je legt je lot ergens in de handen van die ander. Dus dat is eigenlijk de beweging van overgave. Ja, dus de overgave die kenmerkend is voor de liefdesstructuur zelf, wordt in die erotische praktijk eigenlijk benadrukt. Ja? Nou, en die overgave, precies in die overgave ontstaat een je zou kunnen zeggen, een nieuwe lijfelijkheid. Dat is namelijk een lijfelijkheid waarin ik me op de zinnelijkheid zelf kan concentreren. Niet over wat ik precies wil, maar over wat ik voel. En waarin je eigenlijk ziet dat de gewaarwording wordt geïntensiveerd, juist door de machtsverhouding, de spanning die dat teweeg brengt, de macht van die ander. Dus iedereen kent op het moment dat je hoge mate verliefd bent, maar ook dat je in een vreest voor iets, dat het denken als het ware moet focussen. Dus wat je gaat zien is in plaats van extensivering, is het een intensivering van de beweging. Ja, dus wat hier het fascinerende is in zekere zin van een erotische verhouding die niet draait om vergroting, maar juist om dieper intensivering van de beweging. Dat is tegelijkertijd een intensivering van de lijfelijkheid zelf. Waarin zoiets als een taktgevoel ontstaat. Je moet gevoel hebben voor de ander, hem aanvoelen, precies op hem inspelen, meespelen, enzovoort, enzovoort. Ja? Dus dat is een discipline, is dan eigenlijk een vorm waarin je ziet dat je juist de aandacht niet meer eindeloos, zoals in de virtualiteit, kunt verstrooien, maar juist moet gaan richten. En wat is voor discipline is dat? Dat is eigenlijk een discipline waarin je leert te volgen, zodat je in vervoering wordt gebracht. Ja, dus het is een beweging waarin eigenlijk een fantasie aan gaat slaan, waarin de aantrekkelijkheid van de overgave wordt benadrukt. Niet de autonomie, maar de overgave als juist een bevestiging van zowel een toebehoren, een gemeenschappelijkheid, een bepaalde vertrouwdheid, een gemeenschappelijk goed, ja, als een nieuw soort concentratie, een gericht zijn op iets. En daarmee eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het heilig huwelijk, het hieros gamos, tussen zowel jouw denken als je zinnelijkheid. Een van de grote problemen bij erotiek is dat je aan iets anders ligt te denken, niet geconcentreerd bent, ja, niet gefocust bent. Nou, er wordt hier in zekere zin van buiten wordt die structuur aangebracht. Nou, dat je kan zeggen, dat is eigenlijk een nieuwe intensivering zowel van de lijfelijkheid, maar ook niet een simpelweg consumeren, hè, maar je zou kunnen zeggen juist intensiveren van die betrekking. Nou, kan daar nog een aantal elementen uit oplichten, maar dat is voor mij het belangrijkste op dit moment. En nou komen we bij de afsluiting. Dat kan, hè? Ja. Nog 2 minuten. Nou, kijk, ik heb het toch redelijk met tact uiteengezet. U kunt het allemaal in mijn boek terug gaan lezen, veel uitvoeriger. Dat koppel ik ook aan de Dionysische mysteriën. De orgastische praktijken van de Dionysische mysteriën. Maar het gaat nu even om dat u de kern begrijpt. En u ziet dat, dus ik zie daar een beweging waarin we eigenlijk naar een andere dimensie van de vrijheid toe bewegen. Want u weet het misschien niet, maar vrijheid als woord hangt oorspronkelijk samen met vrijen. Ja. En ons woord vriend. Ik kom uit Zeeland, heeft u misschien al een beetje door. Op basis van mijn accent, zeker wanneer ik enthousiast word, dan komt de aarde weer in mij op. Ja, de Zeeuwse klei komt dan gewoon weer naar boven. Maar dat vrijen, vriend. In het Zeeuws zei je dus free, ik ben free. En in het Engels is free. Ja, dus het is de vriend is eigenlijk degene die je lief hebt. Ja.
Dus dat is de, maar dat is tegelijkertijd degene bij wie je in je element bent. Waar je in zekere zin rekening mee houdt. Waar je voor zorgt. Ja? Vandaar de stam Phrygia betekent liefdevolle zorg voor. Ja? Vandaar kun je ook zien, vrijen heeft iets te maken met liefdevolle zorg voor. Ja? Op een bepaalde manier is liefkozing. Ja? Of beminnen. Nou, dat is een, dus dat vrijheidsconcept, vriend, dus een philoi, is, reikt een, bij de Grieken. Het betreft een heel breed spectrum. Nou, dat is interessant om dan je te realiseren dat dus de bevrijding, waar we het over hebben gehad, een naar een leegte gaat tenderen op het moment dat ze juist eigenlijk alles laat vervluchtigen. Ja, dat in een consumptieve verhouding eigenlijk daarmee ook de verveling op gaat komen. De ervaring van leegte. Waarin de dingen hun gewicht verliezen. Ja. En dat in zekere zin een consumptieve cultuur, ja, die het van de kicks en de trips moet hebben. Dus een cultuur is die in de kern dus voortgedreven wordt door het verdrijven van die leegte. Ja. En dat het verlangen naar seks, of het verlangen naar gemeenschap, en seks en gemeenschap worden, u weet, ook op één lijn gesteld, in feite al een poging is om leegte op te vullen. Alleen ze kan een herhaling worden wanneer ze in dezelfde mode zich beweegt als datgene wat ze probeert te verdrijven. En wat vind ik dus interessant aan precies dit boek, is dat het schetst een verhouding die uiteindelijk in een huwelijk en een kind uitmondt, weet je wel, notabene met BDSM. Daarmee hebben sommigen ook gezegd, dat is mommy porn, weet je wel, dat is een soort voor mama's. Maar wat interessanter is dat er een poging wordt gedaan, of de schrijver dat nou weet of niet, maar wat aanspreekt is denk ik precies dus die intensivering. En het verlangen naar een bepaalde intensiteit, precies vanuit een cultuur waarin die extensivering een bepaalde, ja, unbearable lightness of being heeft gecreëerd, die ook in de liefde doorwerkt. En dat daarmee, komen we bij dat laatste woord uit, de vrijheid in wezen een onvrijheid is geworden. Liefdeloos, een vervreemding, een niet thuis zijn, een oneigen zijn, ja, een afstand. Ja, zoals je de beklemming kunt ervaren als je op een feest komt en niemand groet je. Ja, als een, ja, je wordt niet in elkaar geslagen, maar je voelt je niet thuis. Nou, dit element, ja, is hier in zekere zin omgekeerd. Dat het juist een toe-eigening is, die heel radicaal is, via het lichaam. Het lichaam bijna op een nieuwe manier als plaats situeert waarin de hechting optreedt. Ja, waarin juist dus vorm van vrijheid wordt gecreëerd die opnieuw eigenlijk raakt aan dat motief van binding. En dan zou je kunnen zeggen bondage. Ja, discipline, waarin het denken geconcentreerd is en tegelijkertijd de zinnelijkheid vol aanwezig. Nou, en dat is denk ik een situatie waarin je zegt, en dat zijn de laatste woorden, dat de vrijheid zich realiseert, het binden, je laten binden door dat wat je lief hebt. En dat kan in de liefde gelden, maar misschien ook voor de filosofie. Of voor dat beroep wat je uitoefent. Je laten binden door dat wat je lief hebt, is een verwerkelijking van vrijheid. En dan zou betekenen dat dat we langzaam naar een nieuwe vrijheidservaring gaan, waarin precies binding, ja, intensivering opnieuw een rol van betekenis gaat spelen. En dat is eigenlijk het eigen maken van dingen. En ik vind dat we daarmee een mooi punt hebben bereikt. Dank voor de aandacht.